vandaag bij de Pieperpot met Anouk. Ik ga wel even proberen het filmen. Zien. En Bert Boutan. Arjen Dwarshuis. We hebben net een boa in de boom gezien, een regenboogboa. En aangezien deze twee heren hier, dat zijn dus Sien en onze meneer Panza hier, hebben nog nooit een regenboogboa in de boom gezien. En Fred die zag natuurlijk weer dat hij had gegeten, dus hij had een dikke buik. Het was een 2,5 meter ongeveer. En Fred ziet wel wat anders. Ja, het squirrel koekoe is het. Jezus, dat is niet klein, man. Hey! Spoiler! Wat voor cijfer krijg je van Fred? Ik geef hem 5,5. Ja, het is gewoon zo. Eerste keer? Ik geef hem misschien, ja, 12,6. Ja, 5,7 is afgerond 6, man. Maar deze moet ook niet daarom. Perikba. Wacht even, kijk even hoe Fred het doet. Ja, Fred. Nee. Masterclass is voorbij. Ja, in 40. Huh? Ja, zachtjes. Ja, dat is echt fantastisch. Wel een van het absolute topmomenten. Wat een mooie prachtig beest. Wow. I love it. We hebben al heel veel vogels gezien, dus heel mooie vogels ook, dus ik ben zelf heel blij. Dus het Ajan weer, eind van het jaar, als hij een record heeft gebroken. Dat is record. Top 5 soorten die we hebben in jaar. Van 5? 5. Black-throated Antrike. 4. Black and White Hawk Eagle. Goed, man. 3. Red and Black Grosbeak. 2. Guyane en Red Codinga. En 1 is moeilijk, niet moeilijk. Arpaai. Ja? Maar misschien dat die Ornate Wolfiegel ook wel erin had. Als ik een vijf kan bedenken. Nee, niet bijzonder mooi. Green-tailed Jacamar. Ik heb die Black-headed Antbird. Ik vond 3 die puffbird ook wel bijzonder om te zien. En 2 die black and white eagle. Hawk eagle. En 1 harpij. Het feit dat we zoveel schaarse roofvogels hebben gezien. Hawk eagles, harpij, veel forest falcons, veel gehoord ook. Tiny hawks. Doe maar denken dat het bos nog in goede staat verkeert. Met veel prooidieren. Ik hoop dat Suriname in staat is een bos te bewaren. Wat nog één ding zeggen, Fred? Ja. Kennen jullie de man van 6 miljoen of de bionische man? Dat is een beetje een generatie ding. Sommige mensen kennen het niet. Maar het was een man die kon alles. Hij kon op afstand kon die dingen
zien. Hij kon bijna door mensen heen kijken. Maar die man was bedacht. Ik kijk ondertussen naar de vogel hier eens. Maar die man was bedacht. Maar die bionische man blijkt echt te bestaan. Deze man ziet 's nachts uilen. Deze man ziet een klein vogeltje op 50 meter zonder verrekijker. En hij zegt, daar moet iets zitten. En het zit er. Amandies. Het kan niet. Bye bye, zwaai zwaai.